allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Is het jouw eerste keer hier? Welkom, mijn naam is Lakeisha. Zorg vooral even dat je op die abonneerknop drukt en voor iedereen natuurlijk wat duimpjes omhoog doet. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Hey jongens, ik heb weer een superleuke samenwerking met Logisch.com en ik heb hier wat items bij me mogen bestellen. Dus ik ga vandaag een shoplog voor jullie doen. Ben je benieuwd wat ik heb besteld bij Logisch.com dit keer? Blijf dan zeker kijken. Oké, als het goed is heb ik dit keer 3 à 4 items. Ik ga gewoon beginnen met het eerste item wat ik eruit haal. Het eerste wat ik eruit haal is dit supermooie jurkje. Deze is €39,99 en het heet Our Memories. Ik heb hem genomen in een maatje L omdat ik heb gemerkt dat de jurken bij Logisch nogal klein vallen. Maar dit is het jurkje. En aan de achterkant of aan de onderkant loopt hij wijd uit. Niet heel wijd, maar iets wijder. En het printje vind ik vooral heel leuk. Dat is een van de redenen dat ik deze heb gekozen. Oké jongens, ik heb het jurkje aan en hij is toch net iets te klein. Ik zei natuurlijk dat ik hem heb genomen in een L. Omdat ik heb gemerkt dat maatjes dus kleiner vallen bij Logisch. Maar ik denk dat ik deze wel in een XL had gekund. Maar hij zit echt super mooi. De achterkant of de onderkant zit echt perfect. Kijk, de mouwtjes zijn dus van een stretchstofje, dus die kan je of zo dragen, vind ik wat tuttig. Dus ik zou hem dan off the shoulder dragen. Ik heb mijn WH-bandjes er even onder verwerkt. En hij zit hier dus ook heel mooi. Maar ja, ik denk dat ik hem toch iets te strak vind. Kijk, dit is de onderkant. Super zwierig. Wat ik ook heel fijn vind is dat hij niet te kort is bij mij. Ik ben natuurlijk super lang en meestal zijn alle jurkjes veel te kort voor mij. Maar deze heeft best wel een prima lengte. En hij zit hier ook heel mooi, dus daar ben ik wel heel blij mee. Alleen ja, ik vind hem toch net iets te strak. Wat ik ook dus niet wist is dat hij hier van die knoopjes had. Ook een super mooi detail. Dus ja, al met al ben ik er wel heel blij mee. Maar ik denk dat een maatje groter toch iets mooier had gezeten. Volgende item is ook weer een jurkje. Het wordt super mooi weer, dus ik dacht ik koop er een paar jurkjes bij. Deze is €49,99 en hij heet Live in Sunshine. Nou, dit vind ik echt een super passende naam, want het is echt een super fleurige jurk. Onderkant heeft hij van die raffles. Eigenlijk throughout de hele jurk heeft hij van die raffles. En het is ook weer over the shoulder. En het heeft een super gezellig printje. Oké jongens, nou ik heb deze jurk dus ook in de maat L genomen en hij is te klein. Ik heb jullie gezegd, die maten van Logisch die kloppen voor geen ene meter. Ik heb normaal een S of een M. En hier is een L niet eens goed genoeg voor mij. Ik heb hem alleen bovenaan kunnen trekken en onder zit hij gewoon. Hij gaat niet over mijn bil heen. Dus helaas kan ik deze niet aan jullie laten zien. Het is wel echt super mooi. Maar helaas. Dus we gaan over naar het volgende item. Oké jongens, sorry als jullie mijn energie zien dalen in deze video. Maar ik ben echt helemaal niet tevreden over de items. Niks past. Het eerste jurkje was wat te strak. Het tweede jurkje kon ik helemaal niet aan. En nu heb ik dus dit topje. En ik heb gestruggeld om deze aan te krijgen. Ik zal in ieder geval even vermelden hoe deze heet. Dit is de Inspire Me top in maat S. En deze is €35,99. Nou, misschien had ik deze dus beter ook in een L kunnen nemen. Maar goed, hier een beeld van het topje. Het is een zebra printje. Hier heeft hij van die ruffles. Hier kan je hem zelf zeg maar zo strak maken als je hem wilt. Jezus, ik krijg nu geen adem. Maar het is misschien mooi als je dit aandoet met een bralet. Dan zie je hier zo'n beetje je bralet eruit komen. Maar voor de rest, het is ook een crop top. Hij is super kort. Niet mijn ding. We gaan over naar het volgende item. Okay, het volgende item kan niet misgaan. Dat is namelijk een hoedje. Die moet ik wel passen. Deze is €11,99 en het heet Head on Top. In black. Je had hem ook in super mooie andere kleurtjes. Maar ik vond hem wel mooi in bandana. Is wat stoerder. Kijk, met mijn krullen is het niet ideaal. Maar ik heb dus een nieuwe wig. Helemaal stijl. En ik denk dat die echt super mooi gaat staan met deze. Ja, wat is het? Een bucket hat. Ja, deze vind ik wel echt mooi. Dus hier ben ik wel echt heel tevreden over. Niet met dit haar. Maar dat heb ik nooit mooi gevonden. Krullen met hoedjes of zo. Maar ja, deze is wel echt super mooi. En dan gaan we alweer over naar het laatste item. En dat is een zonnebril. Dit is de Sunny Road One Size zonnebril. En die was €12,99. Komt in een super mooi roze zakje. En dit is de bril. Het is een soort van blauwe kleur. En wat ik zelf heel mooi vond was het gouden detail aan de zijkant. Ja, dit is een hele mooie zonnebril. Ik denk dat ik het meest blij ben met deze zonnebril en de hoed. Want de rest was echt bagger.
Maar ja, dit is echt een mooie bril. Hier ben ik wel heel blij mee. En 11,99 of 12,99 was hij. Vind ik helemaal geen dure prijs voor zo'n mooi zonnebril. Dus ja, hier ben ik wel heel blij mee gelukkig. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ondanks dat ik niks paste. En ondanks dat mijn energy echt super laag was geworden door deze video. Maar ik ben gewoon heel teleurgesteld. Ja, in de dingen die ik niet paste. Want ze zijn echt super mooi. Voor de ene jurk die ik helemaal niet aankreeg. Zal ik hier trouwens even een fotootje laten oppoppen. Zodat jullie toch kunnen zien hoe die hoort te zijn. Maar ik hoop dat jullie alsnog hebben genoten van deze video. Vonden jullie deze video leuk? Geef dan zeker wat duimpjes omhoog. Abonneer op dit kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug in mijn volgende video. Doeg!